Het is vandaag zondag en ik heb voor het eerst na heel lang weer een wedstrijd. We gaan naar Ridderkerk. De vorige keer dat ik daar had gereden hadden we Jong KNS competitie. Dat was buiten, dus ik ben heel benieuwd hoe het vandaag binnen gaat zijn. En dan zijn we zo op stal en dan ga ik Blondie knotten. Staart heb ik eergisteren al gewassen, dus die is als het goed is nog schoon. Heel benieuwd hoe het vandaag gaat, want ik ben helemaal uit mijn wedstrijdritme. Maar we gaan er weer in komen, want de aankomende weken staat vol met wedstrijden. Ik vind deze het mooist. Maar voor heel lang niet meer dressuurknotten maken met dikke manen vind ik het pretty goed. Blondie is geknot en helemaal gedaan en we zijn weer met de boer on tour. Onderweg naar Ridderkerk, nog 20 minuutjes en dan zijn we er. Blondie heeft het koud. Ik heb het koud, het is koud. Kijk, mijn wedstrijdseizoen is eigenlijk alleen zomer geweest. Het is nu winter. Andere piece of cookie. Binnenkomen in arbeidsdraf, C, linkerhand. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf, C, linkerhand. EB, door een S van hand veranderen. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf, C, linkerhand. K, arbeidsdraf, A, afwenden, wijken voor het linkerbeen. A, afwenden, wijken voor het linkerbeen. Ik ben Blondie lekker aan het uitstappen. Blondie heeft gras gevonden, dat vindt ze veel interessanter, maar we moeten stappen. Ik ben tevreden, maar ik ben zeker niet onklaagbaar. Ik weet niet wat dat een woord is en anders heb ik nu een nieuw woord gemaakt. Onklaagbaar. Ik heb zeker wel wat te klagen. Niet op Blondie, maar op mezelf. Ik heb te hoge verwachtingen, want ik wil op zetniveau presteren en ik rijd de L2, dus doe even normaal. Maar ja, de galop ging niet lekker, want ze is natuurlijk wat wakkerder, actiever en daar kan ik nog niet zo goed mee omgaan omdat ik niet zo goed weet. Ja, nou ja, Blondie die had dat vroeger nooit en sinds de blessure heeft ze gewoon heel veel energie over, waardoor ik me moet aanpassen daarin en dat vind ik best wel lastig. Dingen had ik niet goed geluisterd en ik ging na het stilstaan. Ging ik draven. Dat was niet de bedoeling. Ik moest stappen en daarna moest ik een volte middenstap maken. En daarna moest ik pas aandraven. Dus dat was een beetje... Maar ja, het is redelijk goed gegaan. Ik krijg zo de punten te horen. Ik denk zelf rond 185. Ja. Mama zegt dat ik mezelf niet zo laag moet inschatten. En dat hartstikke goed ging. En dat ik mezelf te druk maak. Want het is geen zetproef. Maar ik wil gewoon goed rijden. Ja, nou dat dus. Hoi. Mijn voorspellingen klopten half. Ik heb 183 en 172 punten. Ja, het laagste dat ik ooit heb gereden. Maar goed. It is what it is. Ik heb nu weer dingen waar ik aan kan gaan werken. Ze moet recht achteruit en ik ging een soort schuin achteruit. Dus dan moet ik er iets meer tussen mijn benen houden. Draf verruimen ging goed. Wijken ging op zich wel goed. Hals trekken, dat ging heel goed. In vergelijking met waar we waren. En nu
waar we aan kunnen gaan werken. En dan gaan we in januari weer verder met de wedstrijden. En eind januari heb ik dan de regiokampioenschappen.